Leuk dat je weer kijkt naar Gaming Geeks Next, het programma dat altijd kritisch en informatief is en jou op de hoogte brengt van de nieuwste games. De E3 ligt weer achter ons en dus kunnen we ons weer op vele titels gaan verheugen. Maar laten we ook niet de games vergeten die op dit moment al verschijnen. Het is tijd om de Max Verstappen in je los te laten met Formula 1 2015. Deze Formule 1 game van Codemasters is de eerste voor de nieuwe generatie consoles en voegt naast verbeterde graphics tal van andere features toe. Ook zit er een nieuw circuit in, namelijk het splinternieuwe Autodromo Hermanos Rodriguez circuit in Mexico. Ja, ongetwijfeld topnieuws als je F1 fan bent. Daarnaast belooft Codemasters gratis updates tijdens het F1 seizoen om zo de meest relevante F1 game ooit te maken. 2 jaar zijn er voorbij gegaan sinds het akkefietje met de golfer Tiger Woods, voorheen de frontman van de PGA Tour-reeks. Met al het geld in hun zakken was het voor EA niet moeilijk om een vervanger voor Tiger te vinden. Deze vonden ze in de topgolfer Rory McIlroy. De naam van de game veranderen was dan ook een koud kunstje en dus presenteert EA Rory McIlroy PGA Tour. Dit is een van de vele games die draait op haar eigen veelgebruikte engine Frostbite 3. En na serieus golfen op real-world courses kan er ook minder serieus een balletje worden geslagen in de zogenoemde fantasy courses. God of War 3 Remastered was natuurlijk een heerlijk zoethoudertje geweest als op de afgelopen E3 uit het niets een God of War 4 was aangekondigd. Want nu heeft Sony helemaal niks voor het najaar. Met als gevolg dat terwijl je God of War 3 Remastered aan het spelen bent op je PlayStation 4, je het niet kan helpen je af te vragen wat er in godsnaam met deel 1 en deel 2 is gebeurd. Godzilla stampt de PlayStation consoles op, sorry Xbox, met een gelijknamige game. Jij denkt nu, tof, een nieuwe Godzilla game. Nee, sorry. Godzilla kwam vorig jaar december uit in Japan, maar nu mag het Westen aan de slag met deze game. Ben jij klaar om in ruim 20 levels complete chaos te veroorzaken? De platform racing game Trials Fusion verscheen vorig jaar april. Hier kwam later nog een multiplayer modus bij, dus nieuwe content. Maar nu, wat Ubisoft nu doet... 14 juli verschijnt de expansion Awesome Level Max, waarin je met een kat, gewapend met een gun, op een vuurspuwende eenhoorn kunt rijden. Ja, echt. Deze aflevering sluiten we af met een persoonlijke favoriet. Lange tijd waren er geruchten, hoop en een nodige dosis wishful thinking. Maar het vervolg op Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars, die wij thuis overigens gewoon met die autootjes noemden, krijgt een vervolg. Rocket League, de game mag dan wel een andere naam hebben gekregen, maar de beelden liegen er niet om. Dit wordt meer van hetzelfde en nog meer fun. Zo zie je maar weer dat er nog genoeg te spelen is voordat al die mooie games van de E3 verschijnen. Geen idee wat de E3 is? Check www.gaminggeeks.nl voor onze E3 items. Oh, en laat ons weten wat je gaat spelen in de comments of met de hashtag GamingGeeksNext. Het is geen verrassing meer, want volgende maand ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe Gaming Geeks Next. Tot die tijd veel gamesplezier, vergeet niet te abonneren op ons kanaal en houd de website gaminggeeks.nl in de gaten voor meer nieuws.